Nu in hart van Nederland. Goedenavond. De buurt dacht eerst nog dat er vuurwerk werd afgestoken, maar niets is minder waar. Het lawaai dat ze gisteravond hoorden bij een uitlaatsveldje in Os was afkomstig van een schietpartij. Een 15-jarige jongen werd daarbij in zijn rug geraakt en is ernstig gewond. De dader wist te ontkomen. De omwonenden zijn nog maar nauwelijks bekomen van de schrik. Een ruzie tussen het Martini Ziekenhuis in Groningen en een aantal zorgverzekeraars heeft grote gevolgen. Honderden patiënten kunnen fluiten naar hun operatie. Het conflict gaat natuurlijk over geld. Er is te weinig zorg ingekocht door de zorgverzekeraars en pas als er geld bijkomt wil het ziekenhuis patiënten op de wachtlijst gaan opereren. Ja, dat kan nog zomaar een half jaar gaan duren. Moet je je voorstellen dat je vergaat van de pijn aan je knie bijvoorbeeld en dan dat bericht krijgt? Zo'n 15.000 mensen verzamelden zich vanmiddag op de dam om hun steun te betuigen aan de inwoners van de Palestijnse gebieden. Tijdens de demonstratie werd opgeroepen om een einde te maken aan het geweld in Gaza en Israël. De tijd dringt nu Israël op het punt staat om met het leger de Gazastrook binnen te dringen. In totaal zijn drie mensen aangehouden, één omdat hij een vlag van Hamas bij zich had. Een team van Defensie is vanochtend vertrokken richting de Nederlandse ambassade in Beirut. Na het verlies tegen Frankrijk afgelopen vrijdag wordt de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland cruciaal. Konden we afgelopen week nog genieten van de nazomer. Nu wordt het tijd om de ijskrabber er weer bij te pakken. 36 jaar na zijn verdwijning is op Tessel. Piet Beentjes nog altijd niet gevonden. Voor zijn zus Toos niet te verkroppen. Op basis van nieuwe tips is de Stichting Kot zaken toch weer gaan speuren. Vandaag werd met zoekhonden van Signy weer op Texel gezocht en zus Toos ging mee. Mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik voelen zich vaak niet serieus genomen. Zoals de nu 36-jarige Nick, die als jongen werd misbruikt door voormalig DJ Romeo A van de Avro, die hier vorige maand voor is veroordeeld. Na 18 jaar zwijgen durft Nick hier nu eindelijk mee naar buiten te treden in de hoop het taboe rondom mannelijke slachtoffers te doorbreken. Van te veel tv kijken krijg je vierkante ogen. Dat zeiden je ouders misschien ook wel eens tegen je. Een fabeltje natuurlijk, maar dat al dat gestaar naar een beeldscherm heel slecht is voor je ogen, blijkt wel uit een nieuw onderzoek. De helft van de nu 25-jarigen die is opgegroeid met tablets en smartphones, heeft blijvende oogschade ontwikkeld. Het Oogfonds waarschuwt nogmaals om vooral kinderen en jongeren niet te lang met schermen in de weer te laten. Want als we niets doen, wordt het de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid. Straks zie je bij ons echte helden op zee, maar eerst hoor je van Tooske wat shownieuws voor je heeft vanavond. Maar eerst nog scootje zielen en zeil. Het zijn spectaculaire zeilevenementen die we allemaal wel kennen, maar in Enkhuizen zijn ze daar nooit zo van onder de indruk. Voor hen telt alleen de Enkhuizer klipperrace. Ja, een zeilrace sinds 1975 met traditionele zeilschepen uit het hele land. Een van de 33 klippers is de Lutger Dina. En die bemanning gaat ondanks, of misschien wel juist dankzij hun beperking, er helemaal voor. Ja, het is ze gelukt. Ze hebben dit jaar een stuk beter gedaan. Ze zijn elfde geworden. Gefeliciteerd. En wil je meer nieuws? Dan kun je natuurlijk altijd terecht online. En vanaf morgenochtend, half zeven op TV bij onze ochtendedities. Hier gaat Shownieuws nu verder.